Honestly, I think it's one of the most wonderful things I've done as a writer. First of all, it's a part of the world I've never been to, so it was wonderful to come here for the first time. But also to come here in the company of, you know, three amazing writers, Helon Habila, Rodaan al Galidi, David van Reybrouck. Ik vond het wel een heel druk programma en toch had ik ook een heel relaxed gevoel bij heel veel ontmoetingen. This has been a very enriching experience for me. You know, I've never been to the islands before. I've never been to this side, you know, of the world. So it's a whole new experience. Ik vind het heel belangrijk om een brug te bouwen tussen Nederland van nu en de Antillen van nu. Mensen zijn verbonden met de geschiedenis, ze zijn een beetje boos. En ik vind de mooiste brug tussen die boze mensen en Nederland van nu is de taal en de humor. Daarom vind ik Writer Unlimited heel belangrijk. De mensen waren aan het lachen morgen over Nederland, niet boos op Nederland. But what I really enjoyed the most, I think, was the interaction that we had with other writers on all the islands that we went to. Sint Maarten, Aruba and Curacao. I found those experiences really interesting because it let me see just how similar some of our, you know, some of our thoughts, especially on the subject that we're discussing, the power of memory, are. And I was very interested to see the sort of like shared histories and shared culture of Africa and the Caribbean as well. Als ik later ga terugdenken naar deze tournee hier, wat me gaat bijblijven is het hele drukke programma dat we afgewerkt hebben. Maar inhoudelijk denk ik dan vooral aan het bezoek aan het Tula Museum op Curaçao is me heel erg aangegrepen. Het is een museum in een oud plantagehuis waar de eerste grote slavenopstand, die van 1795, is begonnen. En er zijn nu een aantal mensen met heel veel idealisme bezig om die koloniale geschiedenis, de slavernijgeschiedenis, bekend te maken. Het is eigenlijk niet te bevatten, maar ik heb hier geleerd dat de nazaten van slaven van meer schaamte last hebben dan de nazaten van slavenhandelaren. En dat is eigenlijk hallucinant. Dus dat museum probeert een soort trots voor die Afrikaanse roots mee te geven. En dat vond ik bijzonder de moeite waard. Dat vond ik zelf wel de meest indrukwekkende ervaring tijdens de 8 dagen van deze literaire tournee. I think I've learned a lot of things, you know, in their culture. I like their pride in their culture. I like the interaction we've had with them, you know, from the singing to the dancing to the poetry to the prose. I think we've learned a lot, and I think also we've taught them a lot, you know. We've shown them a bit of our country, we've shown them a bit of our writing world. So it's a whole new experience meeting these people, listening to their language, which is very beautiful, the Papiamentu language, and exchanging culture with them. I think it's been very successful. Als je 8 dagen lang met 3 collega's op stap bent, dan vallen alle manieren weg en die ze niet hebben onbeleefd worden, maar dat er een soort transparantie en eerlijkheid is. Je kan geen 8 dagen een rolletje performen. En dat is heel bijzonder. Dat is heel bijzonder. Ik weet toen we in dat huis stonden, in dat plantagehuis, en daar historische documenten zagen van de Nederlandse administratie met betrekking tot hoe slaven behandeld werden en hoe ze gestraft werden. Ik keek daarna naar met de Rodaan en Al-Khalidi en die zeiden, ja, dit is voor mij chockant. Het is dezelfde kille toon, hetzelfde natte handschrift waarmee ik 9 jaar lang brieven heb gekregen in het asielzoekerscentrum. Because, you know, I was saying to somebody earlier that one of the things I loved about this festival is I didn't think for 1 minute about how many books I've sold, you know. It's just connecting with people, it's talking to people, getting to know people. And going into the schools was, for me, an extension of that. It's not about how many books you sell, it's about what kind of impact you can have on people. I'm pretty sure that I'm the very first Zimbabwean person ever to talk to these kids, and I hope that they remember me and they remember Zimbabwe in a positive way as a result of our encounters. Ik heb zelden een Afrikaanse schrijver ontmoet die zo gedecomplexeerd is met betrekking tot de koloniale, de dictatoriale context. Het is een ongelooflijk moedige,
intelligente en zeer grappige vrouw ook. En wat dat betreft zijn hier op deze reis al plannen gesmeed om ooit wel iets samen te doen. Meerdere plannen gesmeed al. En dat is een feest, denk ik. Ik kan vast aan de organisatie liggen, maar ik vind dat het team toch een soort neus had voor het op zoek gaan naar auteurs die heel bewust in de wereld staan. Voor wie literatuur niet zomaar iets is. Het is hier zelden zo belletrie geweest. Het gaat hier over literatuur. En voor mij is het belletrie is een soort navelstaardige literatuur. En de schrijvers die hier op deze tocht mee waren, zijn mensen die zich op deze wereld weten en zich van deze wereld weten.